Capri heeft alleen maar pluspunten. Er is niks slecht aan Capri. Capri is fantastisch knap. Heb een super mooie dikke nek. Heb de prachtigste kleur. En hij heeft 3 fantastische gangen. Hij kan echt extra stappen. Hij kan nog gaver draven. En in zijn galop stijgt hij gewoon bijna op. Dus ja, Capri kan eigenlijk gewoon alles. Hij kan ook echt super mooie wissels, mooie pirouettes, uitgestrekte draf, zijgangen, blinkt in uit. Eigenlijk, wat kan Capri niet? Capri kan alles. En het leukste is, Capri kan ook nog buiten ritten. En knuffelen en kussen. Nou, Capri is gewoon mijn droompaard en hij is absoluut mijn prinsje. En ik denk dat Capri ook een klein beetje een prinsesje nodig heeft, waar hij af en toe een beetje door wordt verwend. En dat hij ook gewoon weet dat hij de allerknapste is en de allermooiste. Want dat streelt zijn ego ontzettend en daardoor doet hij alleen maar nog meer zijn best. Dus ik denk niet dat als er iemand op gaat zitten die denkt van zo, dat gaan we eens even doen en ik zal het wel eens even laten zien. Dan denkt hij van ja hallo, wat. Hij wordt graag een beetje in de watten gelegd en wordt hem graag verteld hoe waanzinnig die wel niet is. Nee, in dressuur dan gaat het ook om mooi, hè? Om presentatie en dat kunnen ze allebei heel goed. Als ze combinatie blijven, dan gaan ze bij de wereldtop horen.